ben de enige uit een gezin van vijf die echt een paardenmicrobe heeft. Hoe ontdekte je het? Ik weet dat ik toen ik een jaar of 12 was, dat ik wilde paardrijden. En mijn vader die zat een beetje in de politiek en die vroeg toen aan een boer bij ons in Hamond, want ik ben van Hamond afkomstig, of ik ook kon paardrijden. Maar ik had maar één probleem, we hadden geen paard thuis en we hadden ook niet de mogelijkheden om paarden te houden. En ik mocht dan zondags gaan paardrijden op die man zijn paard. Ik ben zo opgeklommen als een kleinetje was. Ja, en zo ben ik... Niet op een pony? Nee, ik ben direct op een groot paard. Toen was er nog geen pony hieruit rijden. Dat bestond toen nog niet. Ja. Je weet het zelf ook, het is een passie. Hè. Het laat je niet meer los. Nooit. Nee. Nooit. Maar als ik dat hier zie, het landschap hier. Dat is echt gemaakt om paard te rijden. Om niet alleen te fietsen voor de mensen die niet willen paardrijden. Maar het overal paden, overal paden. Ja. Hoe ben jij eigenlijk met de paarden in aanraking gekomen? Eigenlijk net als jij. Ik was één jaartje eerder. Zoals alle meisjes altijd eerder zijn dan de jongens. Ik was 11 toen ik met een vriendinnetje meeging. Zij ging paardrijden en ik liep mee. Ik stapte de staldeur door. En ik dacht, maar dit is wat ik wil. Dit is het enige wat ik wil. Terwijl ik voor de rest een heel docil kindje was. Ik deed maar wat iedereen van me vroeg. Want ik wist het zelf niet te bedenken. En dat wou ik. Ik deed voor de rest allemaal dingen die ik niet wilde, naar school, waar ik een hekel aan had, met andere kinderen, aan wie ik een hekel had. Ik was bang van alles. En paarden, dat was meteen. Ik was er als de dood voor, maar dat wilde ik. Woon jij op het mooiste plekje van de wereld? Bij mij thuis vind ik het mooiste plekje van de wereld. Ja, dat heeft niet alleen dat heeft een stukje met de paarden te maken, dat heeft ook een stukje met de omgeving te maken, maar dat heeft uiteraard ook heel veel met de mensen te maken.